Hij is er klaar voor. Dames en heren, Jeffrey Wamme! Ik weet het. Dan moet je al die trappen nog weer op. Het is iedere keer hetzelfde. Dan moet je helemaal weer bijkomen. Maar oh, je bent wel een populair ventje geworden, hè? Ja, ik merk het. Wel hartstikke leuk, hoor. Wel heel leuk. Ja. Super, hè? Deed je nou nog even een ratslag zonder handen, hè? Zo heet dat, toch? Even zo opwarmen sprong, hè? Het is niet te geloven, zeg. Of het niets is allemaal. Nou, Jeffy, het moet nu echt gaan gebeuren. Wat voor sprong ga je doen? Ja, ik heb nog geen handstandsprong gedaan. Dus ik ga handstand hele schroef doen, gestrekt. Oké, handstand, hele schroef gestrekt. Nou, ik heb het nog nooit gedaan. Ik wens je alle goed. Zet hem op. Concentreer je, dames en heren. Jeffrey Bammes. Ja, dit is alles wat ik kon doen. Alles wat je kon doen. Het was volgens mij helemaal niet nodig geweest, want het was toch een fantastische sprong. Ja, ik vind het altijd zo lastig. Ik voel het nooit zo goed. Ik wil hem graag zien. Kijk, moet je kijken. Ik weet niet wat je allemaal doet. Ja, echt. Waanzinnig, hoor. We gaan heel snel naar Inge, want die roos, daar ben je blij mee. Maar wat vond je van de sprong? Ja, hij pakt ons natuurlijk wel in, hè, met die roos, hè, Pet? Ja, echt wel. Maar ondanks dat was de sprong echt spectaculair goed. Echt waanzinnig gedaan. Je had me al, ik vond het echt dat het extra cachet gaf aan het geheel toen je al begon met die ratslag op het platform. De lijnen waren goed, de landing was goed, die dubbele schroef erbij. Ja, ik vond het echt waanzinnig. Ja. Klasse. Top. Prachtige woorden. Wie willen we nog meer? Inge, oh, we mogen meteen al naar de punten. Oh jeetje. Woeie. Ja, Inge. Ik word wel onder druk gezet, hè? Maar what the fuck, ik geef ook een 10. Patty? Ja, ik vind wel dat je een kleine voorsprong qua turner hebt. Maar wat je hier flikvlakt, is gewoon een 10 waard. Woe. Oh, zouden er 3 tienen worden? Frans. Ik had er een halve salto bij willen zien en een halve schroef. Dan had het een schoonspringsprong geweest. Hij lijkt nog iets te veel op een turnsprong. Ik trek er een punt voor af, ik krijg een 9. Ja, hij moet natuurlijk iets te mekkeren hebben. Maar dit zijn fantastische punten, Jeffrey. We gaan even kijken natuurlijk naar de ranking. Want waar brengen deze punten jou? Jij komt op een totaal van 53, net 1 puntje onder Anna Alicia op de 2e plaats. Anna Alicia is blij.